Elke week ga ik op bezoek bij een organisatie die de steun ontvangt van alle spelers van de Nationale Loterij. Vandaag ga ik naar de Old Horses Lodge. Daar ontmoet ik Marina, die samen met de Nationale Raad voor Dierenbescherming het welzijn van paarden hoog op de agenda wil plaatsen. Hey, alles goed? Ja. De nodige opruimwerk. Wel, nog een beetje het laatste opruimwerk. Jij moet hier veel kuisen, zeker? Niet alleen door mij, maar door vele anderen wordt er hier heel veel gekuist. Ja, er staan hier een 70-tal paarden. Dus, Wat doen jullie eigenlijk precies hier? Dus wij nemen alleen paarden mee op vraag van politie of het ministerie van Dierenwelzijn. Dus dat is hier geen asiel voor mensen die hun paard beu zijn? Nee, zo werkt het dus niet. Op die manier zou ik er per jaar minstens 365 hebben. Want elke dag is er wel iemand die belt om een paard af te staan. Maar hoe komt dat? Hoe kan dat nog bestaan? Allee. Een paard is veel te goedkoop en er zijn er massaal veel te veel in Vlaanderen. Dat zijn de laatst binnengekomen. Dat zijn veulentjes die in beslag genomen zijn. Die kennen ook geen mensen. Die zijn doodsbenauwd van ons. Als ik heel voorzichtig ben, wordt dat mijn vriend. Hè? Ah ja. Dus dan als moeten ik we zo wel... doe, gaat hij een beetje. Het is te zien. Hij begint het te zien zitten. Hè? Blijven de dieren hier? Worden nee, hier nee, nee, nee. Dus de dieren die gerevalideerd zijn, die weer gezond zijn, die worden geplaatst. Maar de paarden die ouder zijn dan 25, blijven hier. Die mogen hier hun oude dag zijn. Die mogen hier al hun verder leven doorbrengen. Mag ik eens mee gaan kijken? Niet erop, hè? Nee, kijk of het is. Hier is geen gordel, hè? Jij verzorgt dagelijks alle paarden? Nee, ik ben hier 1 of 2 keer in de week. Ah ja. De voederonde op mij te nemen. Hoe noemt dat paard? Jos? Ja. Jos, smakelijk. Is het fijn om te zien hoe die dieren herop leven? Het is heel fijn. Ja, ze worden gezonder, ze worden menselijker. Hè. Dat zie je wel. Ja. S'avonds ben ik altijd content dat ze ooi gekregen heeft. Als ze veilig kunnen staan, dat is tof. Hè. Ja. Ja, een goed gevoel. Zeker en vast, ja. Kom eens hier, Tufke. Het is op. Marina, is er lobbywerk nodig voor die paarden? Wel, er mag een keer duidelijk gemaakt worden dat er ook voor paarden een beleid op het fokken zou moeten komen. Hè? Wij alleen kunnen dat niet aanpakken. We hebben daarvoor de hulp nodig van de Nationale Raad voor Dierenbescherming. Ja. Natuurlijk, die Nationale Raad voor Dierenbescherming die wordt ook gesteund door verschillende andere organisaties, waarvan dan de Nationale Loterij er één is. Die ons ook helpt natuurlijk. Hè. Dus bedankt aan alle spelers, zou ik zeggen.